Welkom bij deze video. Vandaag ga ik iets superleuks, of ja, leuks doen voor als je wat nodig hebt voor school, zeg maar. Ja, omhoog. Als je nog niet geabonneerd bent, dat zijn er best veel. Dus ja, doe het zeker, want dan mis je nooit een video. En ja, let's go! Ja, je hebt natuurlijk ook een agenda nodig. Deze. Ja, waar je kunt zien waar je bent gebleven. En mijn kaartje. En het zijn allemaal verschillende kleuren. Of ook een ander patroontje. Zeg maar. Oh, hier heb je ook een soort zakje. Of, ja, ook een ja, soort zakje. Heb je, en je hebt ook waar je echt je rit in kan doen. En nog een zak, een soort zakje. En dan met zo'n sluitingje. Ja, wee, wee. Dat is wel een beetje vies, maar. En dan kun je hem weer zo dichtmaken. Super handig. En dan heb je dan ook een I2 nodig. Ik heb deze met twee vakjes, zeg maar. En ik ga zeg maar door naar wat ik zie, zeg maar. Nou, handig om een punt te slijpen te hebben als je mooie potloden hebt, zeg maar. In het kleur roze heb ik hem. Ik heb dus best wel veel verschillende soorten potloden. In een soort pakketje zat dat. Met allemaal mooie glittertjes. Super mooi. En dan is het hier ook gewoon een gimmetje. Maar allemaal leuke kleurtjes. En deze moet ik dan nog allemaal met geslepen worden, zeg maar. Dus deze. En toen was in een soort pakketje waren als je. Of in een boek of in een schrift. Iets moet monteren, zeg maar. En dan hebben we in het, zeg maar, in het soort oud roze. Rood achter. En een licht roze. En een soort lila paars. Donkerpaars achter. En licht blauw, zeg maar. Dus deze alle vier. Het eerste wat ik tegenkom is een mooie die ik al eerder had, zeg maar. En toen was het deks kapot. Dekstertje. Maar dit is dus kneedgum. Zo. En het werkt wel. Dus je kunt dan lekker kneden en toch lekker gummen. Dus deze. Deze is wel van de Hema. Want dat had ik. Vandaag was ik dus ook bij de Hema geweest. En jullie kunnen het al zien. Maar mooie, mooie pennen. Echt, volgens mij zijn het echt pennen. Maar ja, we gaan gewoon even draaien. En dan gaat hij je, zeg maar, open. Pop. Echt super, drie leuke kleurtjes. Deze kleur. En een soort gewoon normale kleur, zeg maar, een soort paars met een tekst erop. Maar deze heeft er geen tekst, maar wel een soort. Waar dat dan? Tadam. Maar het is voor gym. Het is niet voor de lol. Lijkt er wel op, maar ja, ik had gewoon wat betere gymschoenen nodig. En soms, en je moet persen, witte onderkant. Dus dat was best moeilijk om te zien. Maar ik pak er gewoon even eentje. Hoe heet het? Rainbow op de achterkant en zijkanten. En ja, het lijkt gewoon op veters, maar dit is gewoon ja, elastiek. En dan makkelijke veter. En als je zeg maar loopt, dan is je niet zo. Kun je jezelf niet zo snel struikelen. Dus het. Dat is namelijk de tas.
natuurlijk de voorkant. De merk of de naam of de merk of zo. En deze is achterkant. Zo. Met een soort. Ja, van die sluitingkeers. Maar deze das heeft heel veel vakjes. Namelijk deze vakje. Deze vakje. Dat is gewoon een heel groot vak. Hier heeft hij dan, zoals je kan zien, heeft hij hier ook een vak. Nou, echt een hele hand kan ik niet. Hier ook. Dus ja, dit zijn echt voor de boeken, zeg maar. En hier kan ook nog wat. En dan heb je hier aan de zijkant een vakje. Ja, zo. Hier zo een vak. En dat is dus een vakje. Een vak eigenlijk. En met koeling. Dus dan als je bijvoorbeeld aardbeien hebt en het is super warm. Of gewoon oranje. Of gewoon iets anders. Fruitachtige drinken. Dat je hem hier zeg maar in kan doen. En dan ja, wordt het niet zo snel warm. Hier heb je twee vakjes waar je het drinken in kan doen. Dan heb je hierboven. Denk ik, waar is die? Hier zo, als je hier zeg maar het ritje kan zien. Zo. Heb je hier zeg maar nog. En dat is denk ik meer voor de telefoon. En dan heb je hier. Deze dan. En deze kun je bijvoorbeeld de agenda zeg maar in doen. Super handig. Dus lekker veel vakjes. Hoe heet dat? Ik ben eventjes zijn naam kwijt. Maar een soort beker, zeg maar. En als je daar warme chocolademelk in doet, kon het dus niet zo snel plop open. En dan kun je dan, heet het, hier zijn dan een gaatje. Want ja. Maar als je dus deze video super leuk vond en nou, er iets hebben denken van, ik wil misschien ook wel deze en zo, dan kun je ook volgens mij ook bij de Action of bij de HEMA, maar volgens mij hebben wij deze bij de HEMA gezien en de potloden en zo. Super mooi. Dus ja, dat waren ze een beetje. En ja, dus als jullie het leuk vinden, doe zeker een blauw duimpje omhoog. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan zeker, want ja, hoeveel mensen voor kijken, hoeveel whatever. Wow, leuk het wordt. Dus doe dat zeker. En dan zie ik jullie maandag, denk ik. Want maandag, volgende maand weer om te filmen. Ik weet niet hoe laat, maar dan komt er weer een hoop op dezelfde dag op. Misschien een weekvlogje of zo. Ik weet niet, of een dagvlogje. Ik denk een dagvlogje over niet over mij, maar over iemand anders. Dus blijf deze kijken, deze ja, video's zeg maar. En dan misschien weet je het dan. Als je niet wil kijken, ja, dan ja, mag je zelf weten. Dus ja. Dus ik denk dat ik gewoon zeg tot maandag dan maar. Dus doei!